Hallo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we een klavertje loemen. Wat je nodig hebt? 17 groene elastiekjes. Je haaknaald. En niet je loemen. Veel, oké, maakt niet uit. We gaan verder. Nou, je pakt je haaknaald. En een elastiekje. Wat je doet is je maakt 3 lusjes. En dan schuif je hem naar achter. Pak je er nog één. Doe je ook weer 3 lusjes. Oh. Dat ging een beetje mis. Zo. Nu heb je 6 lusjes erop. En dan pak je 2 elastiekjes. Dat doe je dan hier. En dit vind ik altijd het lastigste. Schuif je deze. Schuif je op het elastiekje van de haaknaald af. En dit vind ik altijd het lastigst. Zo, ik heb hem. Nu schuif je deze op je haaknaald. Zo. En dan heb je je eerste blad al. Zo, goed naar achter schuiven. Dan heb je dit. Ik doe het nog 1 keer voor en dan ga ik hem even versnellen. Er zijn geen fijne elastiekjes. Ze zijn een beetje, ja, ze zijn niet echt, ja, ik weet niet hoe je dat moet noemen. Ze zijn in ieder geval niet fijn. Zo. Nog een keer 3 ringetjes. 3. Het zijn echt geen fijne elastiekjes. Zo. Dan pakken we weer even 2 elastiekjes. Doen we hier. En doen we deze er allemaal overheen. Nou, in 1 keer gelukt. Schuiven we die erop. En deze. Zo. Nu hebben we er al 2 en de volgende 2 die doe ik even versneld. Zo, nu we ze er alle 4 op hebben zitten, pakken we het laatste elastiekje. Die doen we erop en dan schuiven we alle uiteindes schuiven we op dat elastiekje. En dan is die bijna klaar. En dit vind ik altijd echt het vervelendst om te doen. Om dingen op een ander elastiekje op deze manier te zetten. Zo. Nu zitten ze erop. En dan zetten we het uiteinde. Zetten we ook hierop. Dan hebben we dit. Dit lijkt nog niet echt op een klavertje 4. Dus we halen dit achterste elastiekje over de voorste. En dan trek je deze aan. En dan is hij af. Nou, ik heb hem zo te zien niet echt heel netjes gedaan, maar ik ben er tevreden mee en ja, ik wil dit lusje gewoon ophouden, maar als jij maar geen lusje wilt, dan kan je hem hier tussen verstoppen, maar ik hoef dat niet. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Doe nog even een blauwduimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video. En nog even 1 ding, bij de 50 abonnees, of misschien eerder, maar dat denk ik niet, bij de 50 abonnees komt er weer een winactie, of de uitslag van de winactie, dat kijk ik nog wel even, maar zorg dus dat mijn abonnees omhoog gaan. En ja, wie weet, wil jij die winactie wel? Later!